Ben jij op zoek naar een mooi appartement in Apeldoorn? Dan moet je het volgende filmpje blijven bekijken. Vandaag ben ik aan de Snijdersplaats in de wijk De Maten. Het is een hele fijne locatie om te wonen. Met heel veel groen, vijvers, bomen, gazon. En op steenworp afstand van de Gildehof, het wijkwinkelcentrum. Ik ga kijken bij een leuk appartement. Het gebouw waar het appartement deel van uitmaakt is gebouwd eind jaren 70. Je kunt hier veilig en comfortabel wonen. Een afgesloten entree met een intercominstallatie. Ja, dat is nog niet alles. Want het gebouw beschikt ook nog eens een keer over een lift. Nummer 210. Dit is een driekamerappartement met lekker veel vloeroppervlakte. En dat betekent ook meteen dat de woonkamer ook lekker royaal is. Je kunt hier heel veel lichtinval, mooie vloer. Het hele appartement is trouwens strak afgewerkt. En achter in de woonkamer de open keuken. En ook deze open keuken heeft een prima vloeroppervlakte. En is voorzien van een hoekkeukenblok en lichte moderne kleurstelling. Nou, je vindt hier ruimte genoeg voor een grote eettafel, een grote zithoek. En dit is natuurlijk heel fijn, hè? Een schuifbui naar het balkon. Ja, dit balkon heeft een prima oppervlakte. Ziet er trouwens ook heel netjes uit. En is overdekt, dus met minder weer kun je er ook goed zitten. Vanuit de woonkamer kom je in een van de twee slaapkamers. Die slaapkamer heeft een prima formaat, net als de ander. En ook vanuit deze kamer kun je het balkon op. Ja, vanuit deze slaapkamer kom je in de badkamer. Ja, die ziet er ook gewoon heel goed uit hoor. Dus gemoderniseerd, geheel betegeld, heeft een wastafelmeubel, ruimte voor je wasapparatuur. En je kunt hier zelfs in bad. Dat is ook leuk, je kunt hier rondlopen. Naar de tweede slaapkamer. En ook dit is een prima ruimte. En vanuit deze tweede slaapkamer kom je weer in de hal. En in die hal vind je de meterkast en een modern toilet. Ben jij op zoek naar een instapklaar driekamerappartement in Apeldoorn? Dan moet je hier komen kijken.